Voor de mensen die zich afvroegen, Kelvin, is het daadwerkelijk een tering grote paprika? Of is het gewoon gezichtsbedrog? Nou nee, hij is tering groot, mensen. I love this. Dit is mijn baby. Oké, dit is... Ik hoef geen kinderen meer. Nina, als je kijkt, ik hoef geen kinderen. Het is klaar. Ik hoef ook niks. Ik hoef niks meer, weet je. Ik heb alles wat ik nodig heb. Oké, het is tijd voor een nieuwe video. Mijn naam is Kelvin Boerma. De enige echte Groningse boy die op YouTube het zover heeft geschopt dat hij bijna 500.000 abonnees heeft. Ik vind het echt teringspannend. Spannend. Er was een... Ik ga jullie een mooi verhaal vertellen en dan gaan we de video beginnen. Er was een tijd waarop ik nog speciale video's maakte op het moment dat ik een mijlpaal had gehaald. En als je dan zeg maar 100.000 abonnees had of 50.000, dan maakte je speciale video's. Oh my god, ik wil jullie allemaal bedanken voor het abonneren. Like en oh my god, love you so much, man. Dat was letterlijk één keer dat ik dat heb gedaan. Eén keer in mijn hele leven dat ik een speciale video heb gemaakt omdat ik een bepaald aantal abonnees had gehaald. En dat was het aantal, het magische aantal, geloof het of niet, van 50 abonnees. 50! Bij 50 abonnees dacht ik, oké, laat ik eens een keer een speciale video maken. Toen ging ik 50 ollies doen met een skateboard. Ja, dat was super cool, want ik was echt een skaterboy, man. Yeah, Ryan Sheckler, let's go. Sindsdien 100 abonnees, 1000 abonnees, 100.000. Ik heb nooit meer iets speciaals gedaan. Nooit meer. Bij 500 abonnees ga ik wel iets speciaals doen, namelijk dan ga ik Nina ten huwelijk vragen. Dat is mijn plan. Je mag haten. Dat vind ik een beetje stom. Wat? Laten we doorgaan op de orde van de dag. Je hebt de titel gezien en dan denk je waarschijnlijk bij jezelf: hey Kelvin, heb je weer iets leuks nieuws bedacht? Ja zeker! Ik heb weer iets moois bedacht hoor. Ga er maar goed voor zitten. Jullie kennen misschien de video's Willy, Willem-Alexander, Lucky TV. Ja, ik hoef niet eens uit te leggen. Kijk maar even. Dat gaat ook nergens op. Toch? Ja. Nee, maar. Zal maar gekke geit. Is toch gekke geit? Jeetje, potverdorie zeg. Wat is dat grappig? Zo. En nu zag ik dat en dacht ik bij mezelf, oké, weet je, dat kan natuurlijk grappig zijn, dat is helemaal leuk en aardig, maar waarom is dat nog nooit gedaan bij de YouTubers van Nederland? We kennen natuurlijk allemaal fantastische YouTubers waar we allemaal heel erg fan van zijn, maar je weet niet hoe je het moet doen. Je weet niet hoe het leven gaat op het moment dat je hun stemmetjes even vervormt. Dit echt zeggen ze gewoon iets anders. Laten we het daar even op houden. Ik ben door de archieven van YouTube gegaan. Jongen, ik heb de dagen bezig, dagen ben ik bezig geweest met al deze shit. Het was verschrikkelijk. Ik ben bijna dood. Ik ben dus even teruggegaan in de archieven van YouTube. Ik heb gekeken, oké, kan ik misschien ergens de rauwe bestanden vinden van de YouTube? YouTube's zijn nep. Laat ik het zo zeggen. YouTube's zijn allemaal nep. Eigenlijk eet ik niet eens die paprika shit. Daar hou ik helemaal niet van. Stiekem plak ik dit er gewoon altijd op en is het eigenlijk gewoon een appel. Ik ben heel eerlijk met je. Maar ik ben dus even teruggegaan in de tijd. Ik heb daar gevonden een aantal video's van YouTubers met het originele geluid. Ja, je gelooft het of je gelooft het niet. Ik geloofde mijn oren niet. Het was een soort van 13 Reasons Why. Ik deed die oortjes in, ik ging luisteren. Ik dacht, no way man, this can't happen man. I don't believe this shit. I don't fucking believe this shit. Mensen van het YouTube archief, als jullie kijken, het ligt hier, kom het maar weer ophalen. Maar ik heb het gestolen. Ik heb het gestolen. Ja, ik zal je eerlijk vertellen, ik heb het echt gestolen. Kelvin Boerma is een dief. Ik ben een fucking dief, ja. En zijn jullie natuurlijk benieuwd van, Kelvin, what the fuck bedoel je dan? Verschrikkelijk om te zeggen, maar ik moet gewoon maar even die exposure zetten. Jullie verdienen de waarheid. Als er één ding is binnen de relatie tussen mij en mijn kijkers, is dat jullie de waarheid verdienen. Ik vind het top. Ik vind deze video nu al top. Ik weet niet wat jullie ervan vinden, maar ik ben fan van mezelf. Elke YouTuber heeft geheim. Dat is natuurlijk geen verrassing. Maar de volgende YouTuber die ook een geheimpje heeft. Eigenlijk niet wil dat het naar buiten komt, maar ik ga het toch gewoon doen. Sorry Dionne, spijt me. Ik heb ook jouw originele beelden gevonden. In het leven en het archief van YouTube. Dus dat, top. Dionne ziet er misschien uit, onschuldige lieve dame. Echt is ze misschien ook wel zo, maar soms heeft ze video's waarin ze, nou ja, net iets te eerlijk is. Kijk, als je er heel even over nadenkt, is Dionne gewoon een soort van rock chick. Wauw. Yeah! Stoere dame met tatoeages, sleeves. En is ze zeg maar 26 en pakt ze speelgoed uit. Ja, laatste keer dat ik een volwassen met speelgoed zag spelen was het Michael Jackson. Dat ging niet goed. Hij ging uiteindelijk kinderen verkrachten. Dus Dionne, pas op! Pijnlijk grapje, Kelvin. Even dimmen. Maar ik heb dus een video gevonden van Dionne waarin ze vrij eerlijk is over het feit dat ze misschien wel een beetje oud is en dat ze speelgoed kut vindt. Ik had het ook liever anders gewild. Weet je, jullie verdienen de waarheid. Mijn kijkers zijn degene die de waarheid verdienen. Ja! Zijn jullie klaar voor de video waarin Onne D aangeeft dat ze geen fuck geeft om speelgoed en eigenlijk alleen maar speelgoed uitpakt voor de views? Ja, nee, dan ga je, kom. Veel plezier, hè. Lieve Onne-familie en welkom bij deze nieuwe Ik Geef Geen Fuck. Ik voel me net een tovenaar zo. Ik heb fucking mooie tovenaarkleding.
Ik ga al jullie kutkinderen wegtoveren. Zoals gewoonlijk is het vandaag natuurlijk weer tijd om een of ander ding te testen waar ik geen fuck om geef. Zo debiel dat ik nu al spijt heb dat ik dit ga doen. Tenminste, ik heb nog geprobeerd er onderuit te komen, maar mijn views liepen nou niet echt lekker. Dus nu ga ik het toch maar doen. Komt-ie. Ik heb het over de Hatchimals Collect-up dinges. En het is hilarisch gespeld. Kijk, hier staat de fuck deze shit. Volgens mij vinden jullie me ook allemaal een beetje zielig. Ik speel met speelgoed en ik ben al 26. Maar ben je het hier niet mee eens? Blijf vooral kijken naar deze Ik geef geen fuck van de Hatchimals. Als je denkt, dat kan nu eigenlijk niet meer kutter. Ze heeft nu echt stekeltjes haar. En net zoals de vorige keer met de Adolfpop, ga ik nu water koken. En dan laat ik het hoofdje van dit ding eventjes in het kokend hete water smelten. En dan ga ik met een tangetje haar uit haar hoofd trekken. Zoals jullie kunnen zien, uit ik mijn frustratie over mijn veel te jonge brave kijkers door deze pop helemaal te vermoorden. Sterf de domme pop, ga dood, sterf! Sterf, sterf en dood aan deze pop! Ja! Dione, hoe kan je dit doen? Hoe kan je zo zijn, Dione? Je kan toch niet zo zijn, man? Oh, al die kijkers die denken dat je leuke deelgoed uitpakt, stiekem ben je gewoon chagrijnige vrouw. Ik vind dat je dit niet kan maken, Dione. Ik vind niet dat je dit kan doen. Mocht je nou denken, hey Kelvin, Dione was zo extreem. Was dit nou de laatste YouTuber van je materiaal had gevonden? Nou nee! Ik heb nog meer gevonden. Ga gewoon lekker door. Ik schrijf. Een YouTube exposed video over het feit dat alles nep is, is natuurlijk niet compleet zonder Stuk TV. Thomas Giel Stefan, pas op. Ik heb ook jullie originele materiaal gevonden. Kan je één ding vertellen? Het is echt angstaanjagend. En schrikbarend en eng. Jullie zijn echt niet leuk. Nou ja, maar nee. Nou, I don't fucking know. En deze beelden, die laten ook wederom maar bezien waarom het nep is. Ik zal je eerlijk vertellen, het is echt waar. Het is gewoon allemaal gespeeld, allemaal nep. Op het moment dat ze zo'n spookhuis binnengaan en in één keer hoort er een geluid. Gewoon een geluidseffect. En dan gaan ze allemaal... Stefan, hoorde je dat? Hoorde je dat? Nee, ik ga weg. Oké, top, dankjewel voor vandaag en de volgende. Doei, ik zal je eerlijk vertellen. Zo is het. En er zijn natuurlijk nog steeds mensen die allemaal mij niet geloven. Zeggen, ah joh, Kelvin, hou je bek. Met zelf nep. Ze feest echt wel echt. Die ene keer dat ze die paarden in een hotel gingen doen, dat was echt paard. Dus hou je bek. Wat? Maar speciaal voor die mensen heb ik bewijsmateriaal. Dus nu jij weer. Oké, ik heb bewijsmateriaal. Heb jij ook bewijsmateriaal? Oh, kom maar even lekker weg. Mensen, zijn jullie klaar voor waarschijnlijk de meest verschrikkelijke video die jullie ooit hebben gezien van Stuk TV, waarin ze jullie met jullie neuzen op de feiten drukken? Jazeker, het is tijd om Stuk TV te exposen, mensen. Ik zeg het nog één keer, Stuk TV is nep. We zijn weer in the middle of nowhere, in de Ardennen. En ergens achter in dit dal ligt een nep ziekenhuis waar wij een kijkje gaan nemen. Ja, en wist je dat in dat ziekenhuis waar wij zo meteen gaan kijken, daar staan stagiaires van ons die gaan ons laten schrikken. Nou, laten we er dan snel heen gaan, want als daar zo'n stagiair doodvriest van de kou, dan hebben we een groot probleem. Oh, kijk, wat een grote spookhuis, jongen. Dat is geen spookhuis, Giel. Ah ja, jawel, jongen, kijk dan. Nou, grapje maat, maar ik ben er wel een beetje stil van, hoor. Zo groot. Oké, dokter, staan de acteurs klaar? Ja, al de acteurs staan daar, jongen. Kom goed. Laten we even oefenen op onze bange gezichten, oké? Stefan, jij moet eerst. Boe. Ja, toppie. Ah, kom helemaal goed in. Een kwartiertje filmen, even doen alsof we bang zijn en dan terug naar Brabant. Godverdomme. We zijn al in zoveel enge dingen geweest en nu vind ik het moeilijk om te acteren. Het lukt me niet. Oeps, die doet het niet. Duh. Nou, Thomas, niet doen, jongen. Dadelijk zien de kijkers de rest van de crew. Wel onhandig dat de stagiaires alle deuren open hebben laten staan. Vet dom, jongen. Oh my god, domme stagiaires. Ja, precies dat, maat. Oh mijn god, wat was dat? Dat was een stagiair. Je bent echt dom, Giel. Wacht, ik ga wel even zeggen dat ze wat enger moeten doen. Hey, jongens, maak even engere geluiden. Oké, jongens, komt-ie. Kut! Ja, zijn we klaar? Staat erop, jongens. Klaar voor vandaag. Oké, kom maar terug, jongens. Hoppakeetje. We gaan naar huis. Oké, mensen. Hopelijk vonden jullie deze video leuk. Ik zal nog even voor de duidelijkheid zeggen dat dit natuurlijk... Het was een grap. Er zullen ongetwijfeld debiele mensen zijn die deze video bekijken en denken... Hè? Is dat echt? Nee, kan niet! Het was een grapje. Nu komt het gedeelte waarin ik even mijn respect moet tonen richting de YouTubers die ik vandaag een beetje in de maling heb genomen. Dus Enzo, Dionne en de jongens van Stuk TV. Hou van jullie. Jullie hebben allemaal superveel mooie dingen bereikt. Hopelijk kunnen we nog eens een keer samen over straat lopen en praten over het leven. Tot de volgende keer, mensen. Like voor de video. Abonneer voor 500.000 abonnees. Deze paprika gaat met mij mee. En... Yo, hey Enzo, ik heb even een vraag. Ik heb een soort Lucky TV-achtige video gemaakt waarin ik
de stemmen van YouTubers nadoe, dus de voice-overs doe bij YouTubers. En in deze video heb ik StukTV, Dionne en jou, heb ik een voice-over over gedaan. Dus ik heb de video geüpload, alleen nu is het zo dat Dievenmove hem pakt, omdat ze jouw video herkennen. Dus nu heb ik eigenlijk twee opties. Of ik haal jouw gedeelte eruit, want ik heb verder geen poot om op te staan. Of ik vraag jou of je het lachen vindt en of je het leuk vindt. En of je eventueel aan Dievenmove kan laten weten dat het prima is, zodat zij eventueel die claim kunnen verwijderen. Dus daarom dat ik je eventjes deze video stuur. Dit is jouw fragmentje van de daadwerkelijke video. Is dit? Je moet het maar even checken. mocht je het grappig vinden en leuk vinden als het online komt, dan hoor ik het graag. En dan kunnen we misschien via Dievenmove even regelen. Als je nou zegt, ja, ik vind het eigenlijk helemaal niet grappig en ik vind het niet leuk en doe maar niet, dan hoor ik het ook. Dan haal ik jouw gedeelte er gewoon uit. Maar ja, je weet natuurlijk wel waar mijn voorkeur naar uitgaat. Maar laat even weten wat je ervan vindt.